Ik ben Sabine Molenaar. Ik heb 2,5 jaar geleden mijn gezelschap Sandman opgericht. En één solo gecreëerd toen en dit zal mijn tweede solo zijn. Touch Me is mijn nieuwe voorstelling. Het gaat over intimiteit. Op dit moment denk ik dat het een belangrijk onderwerp is omdat alles zoveel via internet gaat. En dat we inderdaad veel minder face-to-face contact hebben. Ik onderzoek natuurlijk wat is de intimiteit met mezelf of de complexe of wat is de intimiteit met de ruimte, zelfs met de materialen, het decor. En wat is mijn intimiteit met het publiek en wat is mijn intimiteit met mijn verbeelding bijvoorbeeld. Ik heb eigenlijk ook, het is eigenlijk bijna een duet omdat ik zoekende ben naar iets of iemand. Dus het is eigenlijk een constante dialoog toch. Het extreme gebruik van mijn lichaam is iets typisch Sandman, Sabine Molenaar. Dat een kwaliteit is van mijn lichaam, die extreme kwaliteit van flexibiliteit. Ik begin juist vanuit kleine bewegingen. Die trek ik dan helemaal uit tot extreem en totdat mijn lichaam niet verder kan. En omdat ik inderdaad heel flexibel ben, wordt dat een heel extreem beeld. Wat ik doe en waarom ik het doe en waarvoor ik het doe. Het is net zo'n vraag als van waarom besta jij? En heb ik op een gegeven moment gewoon geaccepteerd van dit is blijkbaar een drive, een motivatie in mijn leven dat er gewoon uit moet. En dat is wat ik wil delen.